In de komende 5 dagen ga ik het allerongezondste dieet / levensstijl volgen. En ik ga de komende 5 dagen het meest gezonde levensstijl aanhouden om deze vieze puisten weg te werken. Hé, hey, ziet, ik ben nu al lekker aan het genieten. Heerlijk. Maar trek even watje dan. Voeding, je kent het wel. Elke dag eet je of drink je iets. Maar sta je er soms wel eens bij stil wat je eigenlijk in je lichaam stopt en hoe dat je dagelijks leven beïnvloedt? Wist je dat 80% van alle producten in de supermarkt toegevoegde suikers bevat? En dat suiker verslavender is dan cocaïne? Ook zegt men dat de helft van de Nederlandse bevolking dealt met overgewicht door het huidige voedingssysteem. En dus om een goed inzicht te krijgen in wat we eten, gaan we dit extremistische experiment doen. Yo, Siert, ik vind het echt oprecht lekker om deze ongezonde shit in mijn lijf te houden. Paas mij even dan. Geef mij wat van die M&M's dan. Nee, jij moet gezond, jongen. Oh. We zijn nog ineens 10 minuten bezig met het experiment en Siert heeft nu al verlangens. Maar dit heeft ook een reden. Siert consumeert dagelijks eigenlijk al zijn hele leven suiker. En hij zegt altijd wel ja tegen een lekker koud wijntje of een Coca-Cola. Maar het dieptepunt van Siert's suikeravontuur waren toch wel deze hamburgers. 350 om precies te zijn. Dit is niet normaal. En terwijl Siert over het algemeen een wat zoete leven leidt, leid ik zelf al vanaf kinds af aan een supergezond leven. Appeltjes, visjes en eieren vallen altijd in de smaak. En met dit contrast tussen ons twee, met onze opvoeding / normen en waarden, gaan we na 5 dagen een duidelijk resultaat zien van hoe voeding je dagelijkse leven beïnvloedt. Op dag 1 stond ik fris en fruitig op, enthousiast voor wat de dag te bieden heeft. Ontbijt. Alright, mijn eerste ontbijtje. Ik ging het meteen extreem aanpakken. Suikerige muesli met Free Whey Cola Light. Ter waarde van 15 suikerklontjes. Ja, lekker zoet. Oké, om heel eerlijk te zijn, ik wil eigenlijk meteen weer terug naar het gezonde leven. Beide producten, de cola en de muesli, zitten boomvol met suikers. Koolhydraten, 83 gram. En de rest is gewoon letterlijk 1 gram. Dus dat betekent dat meer dan 4/5 is gevuld met suiker. Maar ondanks dat at ik het wel helemaal op. Yo mensen, het is vandaag dag 1 en we beginnen straks met een heerlijk vers geperste glaasje jus d'orange. Nou, als dit niet gezond is, dan weet ik het ook niet meer. Ik ga het door elkaar heen en mixen. Het is brood. Toch wel lekker. Heerlijk, heerlijk. Ja, ik heb nu natuurlijk iets gedronken, maar nu moet ik eigenlijk ook iets eten. Ik heb hier wat aardbeien gepakt en die ga ik oppeuzelen. Aardbeien is toch wel het lekkerste fruit. Weet je dat er mensen zijn die dit groene ook opeten? Dat doe ik niet. Oké, de eerste test is aangebroken. Ik ga voetballen met Siert. Zou die ook energieker zijn met voetbal en daardoor dus beter presteren? Siert, jij bent sneller. Dat is niet gebruikelijk voor mij. Om snel te zijn dan jij. Oké, we gaan nu even lekker voetballen. Ik ga even mijn fitheid testen en even kijken of deze jongen een betere conditie heeft. Zo, wat een redding. Hoe voel je qua fitheid? Goed. Terwijl Siert zich goed voelde, kakte ik helemaal in en wilde ik meteen weer ongezonde troep eten om mezelf weer beter te gaan voelen. Dit staat tevens ook op het internet. Je lichaam heeft steeds meer suiker nodig om dat blije gevoel te ervaren. Maar na zelfs chips te hebben gegeten, kwam dat blije energieke gevoel helaas niet terug. Dit zag je ook terug met het afronden op goal. Siert was scherper qua richten en had een harder schot dan ik. Oh. Insane goede redding. Casillas is er niks bij. Oké, na het voetballen gingen we boodschappen doen voor de komende dagen. Ik kocht de meest ongezonde producten die je kon vinden, terwijl Siert de meest verse groentes en fruit zocht om op te peuzelen. Ik heb hier dus 2 bonnetjes. En ene is van het hele ongezonde eten, 15 euro. En hier heb ik eentje voor het hele gezonde eten. En die is 30 euro. Het wordt dus eigenlijk heel erg makkelijk gemaakt voor iedereen om echt heel ongezond te eten. Het is nog steeds dag 1 en we zijn nu lekker druifjes aan het chappen. Heerlijk. Normaal zou Siert hier een lekker chipje eten, maar nu werkt hij gewoon een gezonde druif naar binnen. En een overheerlijke salade zonder opgespoten gif. Ik zelf eet pizza altijd met tomaten erop, maar nu haal ik het eraf. Want ja, ik wil deze 5 dagen beslist geen groenten in mijn lijf. Vervolgens keek ik lekker lui een sappig filmpje op Netflix, terwijl ik kleine suikerbommetjes eet genaamd Skittles. Zo, ik heb mijn film gekeken. Op een of andere manier voel ik me heel erg langzaam of zo, heel erg wazig. Gewoon mijn suikerspiegel die gaat dan weer zo en dan woep en dan woep en dan woep. Ik word gewoon helemaal
beetje high van of zo, denk ik. Het is nog steeds dag 1 en het is nu avond. En ik dacht, ik heb wel een beetje trek. Dus waarom gaan we geen watermeloen bereiden? Ja, we gaan watermeloen chappen. Ik heb nog nooit een watermeloen bereid of gesneden en bewaard en whatever. Dus ik zeg jullie heel eerlijk, ik vind het niet lekker. Ja hoor, ziet zijn verlangens en algemene eetkeuzes laten weer eens zien dat hij niet zoveel zin heeft om zo'n gezonde watermeloen op te eten. Ik ben benieuwd of hij dit 5 dagen lang gaat volhouden. Zo, het is ongeveer 9 uur nu. Ik ga mijn dag weer beginnen. Mijn dag begon erg sufferig. Ik had weinig energie en puf. Ook mijn eetlust was nergens te vinden. Dus besloot ik om maar gewoon meteen naar de gym te gaan. Om mezelf even uit dat gat te tillen. Na een tijdje hard gymmen voelde ik wat verzwakking in de oefeningen. Ik kon opeens geen setjes meer doen van 4 en dat resulteerde in een demotiverend gevoel om nog eens te gaan sporten. En die demotivatie zette zich om in stress waardoor ik een witte reep ging eten, wat me uiteindelijk weer een schuldgevoel gaf. Yo mensen, het is vandaag dag 2 en kijk wat ik hier heb. Ja, we beginnen de dag weer met een heerlijk glaasje verse frituur. Oké, ik ben nu lekker aan het werken. Ik ben muzikant fulltime en we gaan nu lekker werken. En door mijn gezonde levensstijl van tegenwoordig voel ik me beter en kan ik mijn werk veel beter uitvoeren en ben ik creatief gestimuleerd. Ik heb een kleine rap gemaakt in dit kleine tijdje, want ik had niet heel veel tijd. Die ga ik nu even laten horen. Shop in de PC en ik koop het leeg. Bestel me wet en nu eet ik kreeg. Kijk eens wat we hier hebben. Pure troep. Dit is chemisch, jongen. Maar ondanks dat het chemisch was, at ik het natuurlijk gewoon op. Ik heb echt het idee dat mijn huid echt gewoon ongezond is. Er zitten allemaal puisten en zo op. Dit heeft dus ook gewoon invloed. Ik ben nu in de gym om mijn gezonde levensstijl verder voor te zetten. Siert had in tegenstelling tot mij veel meer kracht en spierconditie. Hij klaarde de moeilijkste oefeningen en de zwaarste cardio. Dan gaan we even lekker roeien. Yo mensen, ik heb net even lekker gesport en nu ga ik gezond tomatensoep maken. Zoals jullie zien is het natuurlijk ook geen troep uit een pakje, maar maak het allemaal lekker zelf. Zo, even wat heerlijke roze koeken en een energy drink voor ontbijt. Zo, na deze dikke suikerkick van de energiedrank en roze koeken ging ik even lekker werken. Ik merk trouwens dat ik super snel afgeleid ben door mijn telefoon tijdens het werk, dus dat is wel echt vervelend. Ik had liever een gezonde tomatensoep gehad, om eerlijk te zijn. Tja, jammer jongen, want op dit moment is hij dat precies aan het maken. Ambachtelijke tomatensoep. Nou, gezonder kan het niet. Men zegt dus dat in knakworsten restvlees zit. Dus darmen, endeldarmen, achillespeesjes. Dat zit ik nu gewoon te eten. Ik ben echt heel erg moe. Mijn energie is gewoon weg. Nog even volhouden en dan ben ik er vanaf. Het is een mooie dag om hard te werken en gezond te eten. Alright, de lange termijn effecten van gezond eten waren duidelijk zichtbaar bij Siert zijn energielevel. En daardoor begon hij de dag goed. Even een korte workout en daarna een gezond appeltje. Ook kwam zijn positieve humeur terecht bij zijn kat. En daar genoot die kat van hoor. Kijk hem dan. Ah, oei jongen, deze kat is eng. Oké mensen, weet jullie wat wel het nadeel is aan gezond eten? Het bederft heel erg snel. Dit moet je dus niet gaan eten. Kijk hoe ik eruit zie, ja. Tja, ook mijn lange termijn effecten waren duidelijk. Ik werd ziekig van al het ongezonde eten. En onder mijn ogen had ik een reusachtig maanlandschap gekregen. Zo, ik heb mijn ontbijt gescoord. Een lekkere cola met een reep chocolade. Ja. Mensen, we gaan vandaag even wat snijboontjes maken. Ik ga voor het eerst mijn zelfgemaakte groenten proberen. Even kijken hoe dit smaakt. Oh, dit is zo lekker! Oh, jongens, ik kan er niet over uit. Het is zo fucking lekker. Deze is minstens zo lekker. Oh, ik ben gezond bezig. Ik ben sportief. Ik ben muzikaal. Ik ben lekker aan het werk. Ik voel me goed. En ik ben benieuwd hoe het nu met Frank gaat. Ik kom hier zo naar bij. Alright, het was dag 5 en nu mochten we eindelijk van dieet switchen. Hey. Gaan we op de gezonde tour of
En wat is die lekker. Dit heb ik zo gemist. Zoals je wel hebt gemerkt aan de beelden is het aandeel van voedsel op je dagelijkse leven enorm. Ongezond voedsel zorgt voor een zwaar en moe leven, terwijl gezond eten je een algemeen beter mens maakt. Maar toch kiest de meerderheid van de bevolking voor het ongezonde leventje. Puur omdat 80% van alle voeding suiker bevat. En producten met toegevoegde suikers zijn enorm verslavend. Zelfs meer verslavend dan cocaïne. En dus blijft de meerderheid van de wereldbevolking in de suikercirculatie zitten en halen ze niet de volledige potentie en fitheid uit hun leven.